gehad. Dankjewel. Meneer de Hollander, dat wij hier staan met de hele familie eromheen en dat u vandaag met zo'n lief naar een bijzondere klad zou gaan. Dat is niet waar. Nee. Maar in ieder geval dat ik hier als burgemeester van Werkendam en we elkaar wat vaker mogen ontmoeten, ja. Maar dat ik hier sta met een ambtsketen. Betekent in ieder geval dat er voor u iets bijzonders op het spel staat. Ja, ja dat met de camera erbij. Verrassend, maar dat is ook precies de bedoeling als de burgemeester komt met de ambtsketen, omdat het echt een verrassing is. En dat is in ieder geval bij uw familie en iedereen erbij dus het ook perfect gelukt. Dankjewel voor het dichthouden van de mond en het zo mooi geheim te kunnen houden. Maar het leukste is natuurlijk eigenlijk ook dat je in 1962 bent begonnen met de fietsenwinkel. En in 2008 daarmee bent gestopt, na 44 jaar uiteindelijk. Maar meneer de Hollander, als je dan kijkt waar u mee bezig bent geweest in uw werkzaam leven, en dat gaat dan van de ondernemersvereniging DES, nou ja, dan vallen appels niet ver van de boom, dat gaat gewoon door. Secretaris ook hier van de basisschool in Werkendam, oprichter van de Stichting Hulpverlening Medechristenen in Werkendam verder. En dat gaat 2-3 pagina's zo door. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, want jullie weten allemaal precies wat vader, wat opa allemaal heeft gedaan. En dat betekent, meneer de Hollander, dat als je dit allemaal weet, dat de Nederlandse samenleving, als nationaal bent u actief geweest met de BOVAG en lokaal, dat mensen hebben gezegd, als het dan lintjesregen is, dan vinden wij dat meneer de Hollander daar echt voor in aanmerking komt. Dat proces is helemaal doorlopen. Daar heeft iedereen heel hard aan gewerkt om alles te kunnen verzamelen. En uiteindelijk heeft de koning besloten om u te benoemen tot ridder in het al van de Orde van Oranje Nassau. Geen lid, maar u bent ridder. En om dat te onderstrepen heeft in ieder geval de koning daarvoor de gebruikelijke versierselen bedacht die ik nu heel graag ga opspelden. En nu daarmee namens de hele gemeenschap nogmaals hartelijk danken voor al die inzet die u de afgelopen jaren heeft gedaan. En met heel veel plezier. En bijna van uw gebaarloos gehaald vanzelfsprekend. Maar toch, het is gebeurd. En het zijn juist die vrijwilligersfuncties die uiteindelijk hebben geleid dat de koning heeft gezegd. Meneer de Hollander wil ik graag ridder maken van de Orde van Oranje Nassau. Ik wil hem heel graag opspelden om dit op deze manier ook zichtbaar te maken voor een ieder. Heel blij om dat te doen. En ik wil u ook heel graag feliciteren en ook danken voor al de uren die u in ieder geval uw man heeft willen geven aan onze samenleving. Moest ik maar zo? Ja. Dank je wel. Moest ik nooit wat? Hond. Dat is. Dat is. Ja. En vandaag totaal 4 lintjes die ik mag uitreiken. Na dit lintje van meneer de Hollander mag ik er nog 1 uitreiken. En ik verklap nog niet aan wie. Nee, het is geen wedstrijd wie de meeste lintjes kan en mag uitdelen, vind ik. Het gaat erom dat je lintjes uitreikt naar die mensen die echt de verdiensten hebben gehad voor de samenleving. En daar ben ik erg trots op dat er 4 zijn, 4 personen uit de gemeente Werkendam. Ja, helemaal verrassend natuurlijk. Ik had daar natuurlijk helemaal niet op gerekend. Wat we doen, doen we ja, met zoveel plezier. Hè. Ik heb, wat ik nou gedaan heb, voel ik, is dat een ridder waard. Ja, ik vind het wel geweldig hoor. Ja, wel apart. Hè? Ja, ik weet er al een jaar van natuurlijk. Zijn we er al een beetje mee bezig, ja, inderdaad. En ik vond het ook bijzonder. Ja, zeker dat we daar samen mogen beleven. En alle kinderen. Dat is ook bijzonder. Het is iets bijzonders, ja. Ik moet het echt even verwerken, dat is iets bijzonders. Ja.